Hallo leerlingen, dit is Middenmaat met weer een natuurkundeles. In deze les gaan we het vooral hebben over de vergrotingsfactor van een lens. Nou, daarbij komen de begrippen voorwerpafstand, beeldafstand, voorwerpgrootte en beeldgrootte ter sprake. Ik heb tevens een opgave voor jullie gemaakt die we gezamenlijk gaan maken. In de les zelf zullen we nog een experiment doen over de positie van het beeld. Nou, voor volgende les hebben we het huiswerk. Paragraaf 6.1 tot en met paragraaf 6.3 moeten nu volledig af zijn. En ik zal ze waarschijnlijk ook in de les even controleren. Oké. Laten we kijken naar de les van de vorige keer. We hadden een positieve lens met aan beide zijden een brandpunt. En allereerst weten we dat dat de brandpuntsafstand heet. Kleine letter F. Wanneer we een voorwerp voor de lens plaatsen, dan noemen we dat V van voorwerpsafstand. En de afstand aan de andere kant van de lens waar het beeld wordt gerealiseerd, dat noemen we kleine letter B, beeldafstand. Oké, nou die begrippen die gaan we nodig hebben voor de daadwerkelijke vergrotingsfactor en hoe we die moeten bepalen. Kijk goed wat er gebeurt. Deze lens die zorgt ervoor dat het voorwerp voor de lens groter of kleiner wordt ten opzichte of zelfs gelijk ten opzichte van het beeld na de lens. Nou, de vergrotingsfactor is natuurlijk een grootheid die we kunnen gaan berekenen en waar we mee kunnen gaan werken. Dus die heeft altijd een afkorting. De afkorting is een hoofdletter N. En omdat dit een vergrotingsfactor is, heeft het geen eenheid. En is het gewoon een aantal. Dus bijvoorbeeld het vergroot 400 keer, of het vergroot 20 keer, of het vergroot met de helft. Dan deelt hij het beeld eigenlijk door tweeën. Dus in deze is er geen eenheid. Oké, we hadden net al de voorwerpsafstand en de beeldafstand laten zien. En die hebben een relatie met elkaar. En die relatie, dat noemen we dus de vergrotingsfactor. De vergrotingsfactor N is eigenlijk de beeldafstand gedeeld door de voorwerpsafstand. En op die manier reken je dus de vergrotingsfactor uit en die heeft dus geen eenheid. Nou, er is nog een tweede relatie en dat is de relatie tussen het voorwerphoogte en aan de andere kant de beeldgrootte. En het is handig om daar de standaard eenheid voor te gebruiken, meters. Het maakt niet uit als je centimeters gebruikt, maar dan moet je wel in allebei de situaties ook centimeters gebruiken. Dus het is belangrijk bij deze twee, maar ook bij deze twee, dat je dezelfde eenheid blijft gebruiken. Nou, die hebben een symbool, LV en LB. Nou, ook dat kunnen we weer samenvatten in de wet voor de vergrotingsfactor. Dus de vergrotingsfactor is gelijk aan de beeldgrootte gedeeld door de voorwerpgrootte. Nou heb je eigenlijk twee formules die je kan gaan gebruiken. Dus het is tijd om dat eventjes samen te vatten op één blad. De vergrotingsfactor is de beeldafstand gedeeld door de voorwerpafstand. Gebruik dezelfde eenheden. Krijg je dus deze formule. En dit is de andere formule, de beeldgrootte gedeeld door de voorwerpgrootte. En ook daar moet je de standaard eenheden gebruiken. En dan is dit de formule. Nou, dit geeft een goed overzicht voor de formules die je moet gaan gebruiken voor de volgende opgave. En de volgende opgave ziet er als volgt uit. Je zit in de bioscoop en kijkt naar een film. De filmprojector staat op 20 meter van het scherm waar jij de film op ziet. In de projector wordt de film van een filmrol afgespeeld. Deze zit 5 centimeter van de lens af. Bereken de vergrotingsfactor. En vraag B is, het beeld op de filmrol is 3 bij 4 centimeter. Hoe groot is het beeld op het scherm waar je naar kijkt? Dus ook daar wil ik weer de lengte en de breedte van meten. Nou, zet de film eventjes stop en maak deze opgave even zelfstandig. Oké, opgave A. Laten we eerst noteren wat er allemaal is gegeven. De beeldafstand is 20 meter. Ik weet de voorwerpafstand, die is 5 centimeter. En die schrijf ik meteen eventjes om, ook naar meters, zodat ik dezelfde eenheden heb. De vergrotingsfactor, dat is mijn vraagteken. Ik gebruik deze standaardformule en ik begin die in te vullen. En ik zie dat daar 400 uitkomt. Dat betekent dus dat het beeld wordt 400 keer vergroot. Nou, die waarde die kan ik natuurlijk direct gaan toepassen bij vraag B. Want alles wordt 400 keer groter. Dus 3 bij 4 centimeter, de 3 wordt 400 keer zo groot en de 4 wordt 400 keer zo groot. Dus dat heb ik hier nog eventjes uitgebreid opgeschreven. Maar eigenlijk het enige wat je doet is, je vermenigvuldigt de lengte en de breedte allebei met 400. Dus dan komt op een beeld uit van 12 meter bij 16 meter. Nou, dit is een goed voorbeeld van wat je kan verwachten aan opgaves in de toets. Je moet dus kunnen rekenen met de vergrotingsfactor. Nou, het huiswerk heb ik al besproken in de eerste slide. Vond je een leuk filmpje? Doe een thumbs up. Abonneer je op mijn abonnement. En ik zie je weer in het volgende filmpje. Dankjewel.